Hey, welkom bij een nieuwe vlog. De aankomende 2 dagen gaan 2 hele leuke dagen worden. Vandaar dat ik mijn camera erbij heb gepakt. Ik ben namelijk morgen jarig. Ik word dan 22 op 24 juli. En deze 2 dagen staat eigenlijk in het teken van mijn verjaardag. Ik ga straks met Ritchie naar Den Haag toe. Daar gaan we 2 nachtjes slapen. En vandaag gaan we waarschijnlijk naar de stad. Gaan we uit eten. En morgen gaan we... Ik heb eigenlijk geen idee wat we morgen gaan doen. Maar we gaan sowieso in de avond uit eten met Chanou en haar vriend. Ik ben sowieso niet echt een hele grote fan van verjaardagen. Vroeger toen ik klein was vond ik het hartstikke leuk. Maar nu heb ik er eigenlijk niet meer zoveel behoefte aan om het grootste te vieren. En al helemaal niet nu met deze pandemie. Ik heb gewoon geen zin om met heel veel mensen in 1 ruimte of omgeving te zijn. Dus weet je, dan vier ik het maar lekker zo, lekker klein. Ik vind het wel gewoon leuk om iets op mijn verjaardag te gaan doen. Want als ik de hele dag thuis zit of aan het werk ben, dan heb ik niet echt het gevoel dat ik jarig ben. Maar ja, vandaar dat het me leuk leek om deze 2 dagen vast te leggen. Ik heb een beetje een outfitcrisis. Ik weet niet zo goed wat ik aan wil doen, want het wordt niet per se heel erg mooi weer. Het wordt wel 21 graden. Maar ja, het is ook bevolkt. Ik weet het niet zo goed. Het is echt zo'n temperatuur waarvan ik niet weet of ik echt zomerse kleding aan kan doen. Omdat het ook enorm bewolkt is. Maar ik heb voor nu dit aan. Een jeans met een shirt. Ik weet niet of ik een jasje mee ga nemen. Misschien is dat wel handig. Maar ik ben ook mijn tas aan het inpakken. Ik heb van alles en nog wat in mijn tas gedaan. Kleding, make-up, verzorging dingen. Ik hoop dat ik hier de aankomende 2 dagen voldoende aan heb. Ik was het bijna vergeten, maar ik had nog een pakketje binnengekregen van Chiquel. Misschien zit hier nog wat in wat ik eventueel mee kan nemen. Dus we gaan dit even unboxen. We hebben hier in totaal 4 items. Dit is een jurkje, een zwart jurkje met een lint die je om je middel kan doen. Dan een vest. Oh, misschien kan ik deze wel meenemen. Het is niet al te dik, maar misschien wel handig. Even nadenken, maar dit is een simpel vestje. Dan hebben we een top. Ik heb een periode gehad, nou die periode is er nog steeds, dat ik heel erg van natuurlijke kledingstukken hou. Maar hier en daar probeer ik wel een klein beetje kleur in mijn kledingkast toe te voegen. Dit is een topje. Oh, het is een soort van wol. Is het wol? Het voelt wel dik aan. Ik heb hier een beetje dubbel gevoelens over. Want aan de ene kant, ja, het ziet eruit als een zomertopje. Maar het voelt eerder aan als een winterstofje. En dan hebben we nog een top volgens mij. Als ik me goed heb herinnerd. Ja, dit is een top. Dit is een heel simpel topje. Misschien dat ik deze ook mee ga nemen. Wij zijn aangekomen in het hotel. De kamer is zo ontzettend mooi. Ik ben zo ontzettend enthousiast. Oké, het is niet zeg maar heel erg licht. Het is redelijk aan de donkere kant. Maar dat maakt helemaal niks uit. Ik sta nu bij de voordeur. En als je binnenkomt, zie je Ritchie op het bed. Hi Rits. Maar we gaan beginnen met de badkamer. En hier ben ik het meest excited over. Marmer! Ik hou ontzettend veel van marmer. Deze badkamer is prachtig. Alleen het licht komt wel iets beter als ik kritisch mag kijken naar deze badkamer. Maar voor de rest is het zo ontzettend mooi. De douchekop is mooi. Dit is prachtig. Ik wil dit allemaal. Nou, natuurlijk heb ik een wc, maar het is zo pretty. We hebben hier wat bakjes met wat benodigdheden. Een föhn, handdoeken. Dit vind ik ook echt creepy, maar schattig tegelijkertijd. Zo'n handje. Ik weet niet waar dit voor bedoeld is. Maar het is wel cute. Cute detail. Dan hebben we hier een spiegel. Wacht, is er licht? Moet wel toch licht zijn in de hal? Ja, licht. Iets minder donker. We hebben hier een spiegel.
En dan is dit het slaapgedeelte. Boven het bed hebben we een kunstwerk. Het is allemaal random elementen zoals autootjes, cassettes, knoopjes, benen van Barbiepoppen, dino's. Dan hebben we in deze hoek een kapstok. Ja, dat gebruiken we nu als kapstok. Opbergruimte. Het bed is prachtig. Het zit hem allemaal in de details. Dan hebben we Ritchie. Aan deze kant van het bed, dus het nachtkastje eigenlijk, staat de hoteltelefoon. En ik vind hem heel erg nice. Een beetje ja, retro, old school, cute. Dan hebben we een leuke poef. Een kast met zitplek, opbergplek, koffie en thee. En dit is een koelkast. Oh, het is een la. Oh, wat leuk. Met water erin. Nice. Het is echt een hele grappige koelkast. Koela is het eerder. En dit is ons uitzicht. Niet heel spectaculair. We kijken uit op Loetje. Dat is wel leuk. We zitten nu bij Starbucks en we hebben net mijn verjaardagscadeautje gehaald. We hebben allebei de caramel cloud macchiato, als ik dat goed zeg. En ik ben heel erg blij, want ze hebben een soort van nieuw dekseltje. En dan kan je hier doorheen drinken. Dus dat scheelt, heb je niet per se een rietje nodig. Maar het zijn papieren rietjes volgens mij, of niet? Ja. Ik ben nu even in de weekday, want ik dacht misschien zie ik wel leuke broeken. En ik heb deze broek nu aan. Hij is in de sale voor maar 8 euro. En ik denk dat ik hem ga nemen. Ik pas hem. Het is gewoon echt mijn maat. Dus dat is top. Ik had ook nog een broek in een andere maat. Maar die was echt veel te groot. Maar ik denk als ik deze een beetje inloop, om zo te zeggen, dat ik hem dan, dat hij dan echt heel goed zit. Ik heb nog nooit eerder een broek gewoon weekday gehad. En ik heb ook deze blouse. En ik heb hem even geknoopt. Ook in de sale. I like. Ja, dit ga ik halen. Nou, we zijn bij Shabu Shabu en we gaan sushi eten. We hebben al wat op tafel. Gyoza, California roll met zalm, zalmstukjes en hoe heet die alweer? Met tamago. En de rest komt straks nog. We zijn weer terug in het hotel. We liggen in bed. Want we gaan The Bachelorette kijken. Woo! We kunnen streamen. Dus dat is heel erg fijn. Hoe vond je de sushi? Nou, was niet verkeerd. Dat was wel lekker. Was lekker zeker de soda lekker. Ook. Oh ja. Als je naar Shabu Shabu gaat, neem de soda. Een soort van frisdrank. En ze hebben allemaal verschillende smaken. Is echt lekker. Daarvoor ging ik eigenlijk speciaal naar Shabu Shabu. Sushi was ook gewoon prima. Nu gaan we lekker relaxen. Ik zie er enorm slaperig uit. Dat komt omdat het bijna middernacht is. Nog 2 minuten om precies te zijn. En dat betekent dat ik dan jarig ben. Niet dat ik me heel anders ga voelen over 2 minuten. Maar ik dacht, nou ja, ik blijf wel even op. Ik kon slapen. Ja! Ja. Gefeliciteerd. Thank you. Nou. Nou, je bent het eraan. Leuk achtergrondje. Nee. Stop niet. Wij gaan slapen. Morgen weer een dag. Nee. Vandaag weer een dag. Ja. Good night. Oké, ik ben 22. Ik voel me niet anders. Een hele goede morgen. Wij hebben ontbijt gekregen. Normaal gesproken zouden we dan beneden in het hotel gaan eten, maar vanwege corona hadden ze gezegd van dat ze een ontbijtpakketje naar de kamer zouden brengen. Dus dat is heel erg fijn. Ik ben benieuwd wat er allemaal in zit, dus ik ga het even uitstallen. Ik heb zelf even een ontbijtdienblad gemaakt, want dit blad stond daar. Een lekkere rommeltje, maar we hebben aardig wat. 2 croissantjes, 2 bolletjes. Fruit, een sapje. Dit is volgens mij yoghurt met granola. Het ziet er wel heel erg lekker uit. En dit is een cakeje. Voor een bijtroep, ik weet het niet exact. Nou, lekker. Ik weet natuurlijk al wat hierin zit. Maar joh,
Ik vind het wel leuk dat ze hem nog wel heeft ingepakt. Dat al gezegd dat het voor jou leuk was. Van mezelf. Wat zou dit zijn? Ik gok Pandora. Zal het weer een ring zijn? Nee. 3 jaar achter elkaar een ring. Dat zou het zijn, hè? Vorig jaar een ring. Het jaar daarvoor een ring. Maar nu... een armband. We hebben een bedelarmband. Met hier in het midden een kroontje. Oh, hij is nu op zijn kop. Kijk hoe pretty. Ik sta in deze prachtige badkamer. En ik ga me klaarmaken voor de dag. En ik heb iets nieuws. Waar ik heel erg blij mee ben. No spon, ik heb het al gekregen. Maar ik ben er zo ontzettend blij mee. Dit is een facial brush van Forero. En dit gebruik ik in combinatie met een serum. Ik ben mijn normale face wash vergeten. Niet zo slim. Maar ik heb wel iets voor mijn gezicht. Het schuimt dan niet zoals ik normaal gesproken met mijn face wash zou hebben. Maar ik hoop dat het een interessante werking heeft. Sowieso vind ik de tinteling van het getril van... het klinkt een beetje raar, maar van dit apparaat wel heel erg fijn. En dan hebben we ook nog het serum. Dit moet je op een droge huid aanbrengen. En je kan het dan met je vingers in masseren. Of met het borsteltje wat ik net ook gebruikte. Ik doe gewoon een combinatie daarvan. Want dan is het goed in mijn huid gemasseerd. Mijn gezicht is weer lekker clean. En nu wordt het tijd om mijn make-up voor de dag aan te brengen. Ik was gisteren naar de Douglas geweest. En ik had 2 testers gevraagd. Want ik heb zelf deze Dior Foundation in de kleur 1,5. En... alleen door de vakantie is mijn gezicht iets bruiner geworden en niet enorm veel. Maar ik wil even kijken welke tint het beste zou zijn. Dus ik heb nu 2,5N, 2N en 3N. Ik denk dat 3 misschien net aan te donker is. Dus mijn gouden tip. Wil je high-end make-up? Vraag gewoon om testers. Nee, ik ben wel van plan om een nieuwe kleur te kopen, maar ik weet nog niet welke juist is dan. Ik denk dat deze wel goed is. Mijn make-up zit erop en het wordt tijd om mijn outfit aan te trekken voor vandaag. Ik dacht, laat ik dit aandoen voor mijn verjaardag. Alleen heb ik een gat in mijn panty. Ik had nog een extra panty meegenomen, maar die is blijkbaar ook stuk. Dus we moeten maar even een nieuwe panty gaan halen. Ik wilde in eerste instantie met blote benen vandaag door het leven gaan. Maar het is best wel frisjes, dus een panty is dan wel wat handiger. Alleen, ja, het is niet zo slim en niet zo mooi. We zijn nu... bij het Binnenhof. En ik heb hier net een leuke foto gemaakt. En we zijn eventjes naar de Farmer geweest voor een nieuwe panty. En ik heb ook nog een aantal andere dingetjes gehaald. Het was niet echt van plan om daar uitgebreid los te gaan. Maar ik zag een paar dingetjes waarvan ik dacht, dat wil ik wel hebben. En we gaan nog eventjes kijken of we hier ergens gaan lunchen. En in de middag meeten we met Chanou. En in de avond nog met de vriend. Zoveel zin in hem. Ik vind het zo raar. Ik voel me niet per se jarig door alle felicitaties en liefde. Oh, dat geluid, dat achtergrondgeluid zijn hier aan het werken. Maar door alle felicitaties en heel veel liefde voelde het toch wel een speciale dag. Maar het is niet dat ik echt denk van wow, ik ben veel ouder geworden. Maar ik stop even nu met vloggen, want ik word helemaal gek van dat geluid. Wat gaan we doen? Cake zoeken. Cake of een lunchroom. We zitten bij Bagels & Beans. Hallo. Ik had zoveel zin in deze chocolademelk. Ik vind het zo leuk dat je dan zelf je chocolaatjes erin moet doen. En ik vind het heel lekker smaken. En ik heb de warme bagel met tonijnsalade besteld. En Richie heeft de carpaccio. Waar staat hij nou weer? Daar. Dus ik ben benieuwd. Gaat er denk ik wel in. Mijn favoriete bagel, of nou ja, de bagel zelf heb ik nog nooit gehad. De volkoren, maar de inhoud of het beleggen van, oh heerlijk. En jouw ziet er ook goed uit. We zijn weer in het hotel. Het is echt heerlijk dat het hotel meer in het centrum is.
Dus ik dacht, ik ga hier me even omkleden, want dit kan niet langer. Maar een mini shoplog. We hebben panties gehaald. Ik hoop dat ik het pas en dat het prima panties zijn. Dan heb ik een, het zal hier niet zo zijn, een notitieblok gehaald. Maar ik vond het wel nice, want het hele soort van standaard. Dus als ik het zo op mijn bureau neerzet, kan ik het zo omklappen en mijn to-do-lijst of zo of reminders opschrijven. Dan heb ik ook nog dit. Dit zijn sticky notes en ik dacht, dit is misschien wel fijn voor als ik online colleges heb, dat ik dit op mijn bureau neerzet en dat ik hier belangrijke notities op kan schrijven. En dan heb ik ook nog oorbellen. Ik vind deze zo ontzettend cute. Vandaar dat ik die heb gehaald. Wij zijn verplaatst naar een andere locatie. We zijn nu in het nieuwe winkelcentrum in Leidschenhagen. Dat is niet zo ver van Den Haag. 25 minuutjes met de tram of iets minder zelfs. Hier gaan we straks met Chanou meeten. En we zitten even bij Anne en Max. En ik heb mijn theetje, ik heb een jasmijn theetje. Ik vind het zo leuk gedaan dit. En Frits heeft een cappuccino. We hebben ook een taartje besteld die we samen gaan delen. En dan als Chanou hier is, gaan we een beetje winkelen. Deze twee dagen gaan we een beetje aan het winkelen of gewoon rondjes lopen. Gaan we even kijken van wat het leukste is. En dan gaan we kijken wat de dag verder bespreekt. Gaan we lekker een chillen verjaardag. We hebben ons taartje gekregen. Dit is een chocoladetaart met kers en jam en koffie volgens mij. En het is ook nog eens vegan. Kijk eens wie we daar hebben, wie in de rij staat. Dat is Chanou, Chanou in het wild. Nee, we zitten bij, hoe heet dit? Pavarotti Dolce. Hoe? Pavarotti Dolce. Ik ben niet zo goed in namen, maar het ziet er zo schattig uit. En Chanou haalt even wat voor ons. Die zat voor ons in de rij. We gaan een milkshake nemen. Maar ze hebben ook freak shakes, cupcakes, allemaal lekker. Maar dat is echt gewoon een suikerbom. En daar heb ik niet zoveel zin in op dit moment. Onze milkshakes zijn gearriveerd. Karamel voor Chanou en Litchi. En ik heb een vanille. Ik ben wel blij dat ik een vanille heb genomen. Want ik denk dat dit heel erg zoet gaat worden. Wij hebben hier Chanou en Leon. Leon zit echt half in de zon. We hebben onze rijsttafel. Nou, Chanou gaat er helemaal voor. Lekker veel rijst. Heel veel. Het is echt enorm veel. Is het te zien? Het is zo lekker. Ik heb er zo ontzettend veel zin in. Nou, smakelijk iedereen. Ik had gezegd dat ik jarig was. Dus ik heb dit gekregen. Ja. Nou, ga even in het Indonesisch zingen. Ik zou meezingen, niet alleen zingen. Nou, jammer. Ja. Maar oké, ik ga mijn kaarsje even uitblazen. En zo vliegt mijn verjaardag voorbij. Het eten was lekker. Ik ben nu weer samen met Rich. We hebben afscheid je was genomen. Net ook al samen met mij. Ja, maar ik wilde zeggen, we hebben afscheid genomen van Chanou en Leon. Het was gezellig. En ik zit vol het eten, want we hebben bij Garuda gegeten hier in Den Haag. Super lekker Indonesisch restaurant. En we kregen alle vier een toetje van het huis. Koffie van het huis. Ze wilden ons niet weg hebben, dus we kregen best wel wat. Dus het is super lief. En ook een soort van shotje. Ja, spekhoekshotje. Spekhoekshotje, zeg maar de smaak van een spekhoek. Maar dan in een alcoholische, in drankvorm. En nu gaan we weer naar het hotel. Lekker relaxen. Oh, en we zijn weer in het hotel. Ik vind het zo chill dat we niet naar Amsterdam moeten. Oké, het is niet heel erg en ook niet heel ver, maar het is toch wel wat gemakkelijk. Het is eigenlijk ook niet eens zo laat. Ik weet niet eens hoe laat het is. Het is nog niet eens 8 uur. Oh, het is nog niet eens 8 uur. Gesloten. Ik draaide me net om en opeens zie ik dit. Het hotel weet dus dat ik jarig ben. Waarschijnlijk staat het in het systeem omdat ik dit heb geboekt. En er staat ook van harte gefeliciteerd, maak ik een gezellige dag van. Huh? En ik zei al tegen Rit, van heb jij dit gefixt of zo? Nee, dus waarschijnlijk wisten zij er vanaf. Bijzonder. Nou, wel leuk. Dus we hebben chocolaatjes en een flesje bubbels.
cute. En dan hebben we nog meer cadeautjes. Ik heb dit boek van Chanou en Leon gekregen. Self Love Talk. Ik wilde dit boek heel graag omdat ik self love heel erg belangrijk vind. Dus ik hoop dat dit boek inspirerend is. En we waren nog in een winkeltje. En dit boek heb ik van Richie gekregen. Vijf minuten meditatie. Nou, 5 minuten is niks. Dus ik hoop dat dit heel erg interessant is en ook nuttig. Maar waarschijnlijk wel. En zulke boeken vind ik heel erg inspirerend. Ik ben niet een hele grote lezer. Dus mij zie je geen lange verhalen lezen. Maar zulke kleine dingetjes. Ja, dat kan ik nog wel bijhouden. En met dit boek kan ik ook gewoon kiezen van, hey, ik ga dit hoofdstuk lezen of zo. Ja. Inmiddels ben ik weer thuis en ik heb een hele fijne verjaardag gehad. Het was gewoon even lekker om mijn verjaardag toch wel minimaal te vieren. Maar er is iets wat op mijn hart ligt wat ik kwijt moet. Ik weet niet echt hoe ik dit moet verwoorden. Ik wil er niet te diep op ingaan. Maar het is heel erg persoonlijk. En ik vind het heel lastig om persoonlijke dingen op het internet te delen. Maar ik vind wel dat jullie het soort van moeten weten. Ik zit op dit moment echt in een rollercoaster van emoties. Ook al tijdens mijn verjaardag. Het was een dag met dubbele gevoelens. Ik was heel blij vanwege mijn verjaardag, maar ook heel erg verdrietig. Er speelt namelijk iets in mijn familie. Iets wat niet leuk is. Iets wat ons heel veel pijn doet. Als ik er behoefte aan heb, zal ik het misschien verder delen. Maar op dit moment is het het enige wat ik met jullie wil delen. Ik ben heel erg positief ingesteld. Dus ik wil het beste van mijn dag en van mijn leven maken. Maar soms zijn er andere prioriteiten. En dit betekent niet dat ik een break ga nemen of zo. Totaal niet. Want YouTube, het maken van content, is mijn creatieve uitlaatklep. En ik doe het met heel veel liefde en plezier. Maar mocht ik een beetje afstandelijk worden op social media, geen idee of dat gaat gebeuren. Maar mocht dat het geval zijn, dan weten jullie dat ik gewoon in een emotionele rollercoaster zit. Mijn mindset over het leven is op diverse aspecten echt aan het veranderen, aan het bijscherpen. Maar alles komt goed. Maar ja, ik vind het gewoon heel erg lastig om over persoonlijke dingen te praten. En ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben. Ondanks de situatie heb ik toch wel van deze dagen kunnen genieten. En ik hoop dat jullie het wel leuk vonden om te zien wat ik zo op mijn 22e verjaardag heb gedaan. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.